Hoe gaat u om met het feit dat een van de bestuursleden van ABOP op dit moment gezocht wordt, meneer Bordo? ABOP bestuursleden, wat heeft ABOP daarmee te maken? Nou, kijk, wanneer iemand van een partij, bijvoorbeeld, iets heeft gedaan, dan heeft de partij niks mee daar te maken. Ja, want ieder is verantwoordelijk voor zichzelf. Ja, dat moeten jullie vasthouden. Natuurlijk, wat er in de pers gezegd wordt, twijfel ik eraan hoor. Ik twijfel eraan wanneer men zegt van Bordo is vuurwapengevaarlijk en dit en dat. En wanneer het gaat om zeg om dat iemand die iets heeft gedaan en die wordt gezocht, dat is een probleem. Maar ik heb hier ook gewaarschuwd dat de instrument van het land niet gebruikt mag worden om politieke mensen uit te schakelen. Dat mag niet gebeuren. Ja? Ik heb het gevoel, ja, omdat ik heb het al gezien bij mijn broertje, dat hij reisverbod krijgt, terwijl andere mensen die ook in hetzelfde ding verbod krijgen. Dat ding van Bordo, als bijvoorbeeld, als het mocht het waar zijn, dat hij dan een vliegtuig heeft begraven bijvoorbeeld. Kijk maar naar die berichtgeving, kijk maar naar die bekendmaking. Vuurwapengevallen, moord, ik weet niet waarover men praat. En niet dat ik wil bemoeien in het openbare ministerie, maar men moet objectief zijn. En ik, Ronnie Brunswijk, vicepresident, ik heb ook mijn inlichtingendienst. Wanneer men wil Bordo uitschakelen, omdat hij een aantal dingen geslingerd heeft naar de president. En ik was ook in een vergadering waar gezegd wordt dat het genoeg is dat Bordo opgepakt moet worden. Ik was ook bij. En toen was er nog geen enkele ding van vliegtuig is begraven. Dat ding van vliegtuig begraven, al die documenten, al die rapportage, die inlichtingenrapport, heb ik al vanaf voor aantreden van deze regering. En het lijkt of Bordo nu iets heeft gedaan. Bijvoorbeeld hij van een vliegtuig begraven. Maar was er wel een interrapport met al deze informatie? Maar waarom was die informatie achtergehouden? Waarom was het nog niet bijvoorbeeld erop gewerkt? En ik heb duidelijk gezegd, ik waarschuw dat bijvoorbeeld de instituut van de president of de mensen die daar bij de president werken, de JET-team, de instrumenten gebruiken om mensen uit te schakelen, gewaarschuwen ze. Want echt wat men daar heeft gedaan met Bordo, ik vind het niet leuk. Als iemand iets heeft gedaan, dan moet je die persoon oppakken. Dat is geen punt. Niemand kan daaraan twijfelen. Maar wanneer men, ik zie en ik zoveel informatie heeft die leidt naar uitschakelen van politieke mensen, dan vind ik dat niet goed. Ik vind dat helemaal niet goed. Ja. Goedemorgen. Wat is uw mening over de staatsveiligheid op dit moment? Nou, staatsveiligheid. Ik zie niet dat de veiligheid een gevaar is hoor, de staatsveiligheid. Echt niet. Maar alleen waarschuw ik dat men de instrumenten van het land niet gebruikt om politieke mensen uit te schakelen. Dat gaat gevaarlijk worden. Maar hebt u het gevoel dat men bewust politici van de ABOP probeert uit te schakelen? Heb je dat gevoel? Nou. Vanaf dag 1, toen mijn linksheer daar is gekomen bij de president, heb ik me gewaarschuwd. Ja, en ik heb zoveel rapporten die men maakt, scenario die men maakt om bijvoorbeeld mensen dik bij de VP uit te schakelen. Ik heb al die rapporten, ik heb de president zoveel keer, ik heb hem zoveel rapporten gegeven. En laatst was ik ook ontevreden, ik heb ook met hem gesproken dat er scenario wordt gedraaid. En ik heb hem gewaarschuwd. Maar in ieder geval, we kijken uit. Wordt er naar u geluisterd? Er wordt niet geluisterd. Want ik heb de president zoveel keren gezegd, maar hij luistert niet naar mij. Want wat dit team doet, al die dingen die ze doen. Kijk, als vicepresident, ik wil het nu hier zeggen. Als vicepresident word ik gevolgd. Het kan niet, het bestaat niet. Gevolgd? Ja. Er wordt gevolgd natuurlijk. Sturen ze mensen achter mij om te rijden, om te kijken. Overal waar ik ga, sturen ze mensen. Ik heb de president gezegd dat dit gebeurt. En het kan een keertje fout gaan. Waarom denk je dat zeker dat men dat? Ik weet het niet. Je weet het toch. We zijn bezig met politiek. En ik heb gezegd, niemand moet durven om instrumenten te gebruiken
om politieke mensen uit te schakelen. Ik heb de president zoveel keren gezegd. En ik heb bewezen, ik heb mezelf bewezen gegeven, kijk hier, een rapport tegen mij. Ja, dat zelf een rapport naar de PG is gegaan, dat activiteiten van de ABOP, dat de ABOP, waar de vicepresident uitkomt, zijn campagne is gesponsord door drugscriminelen. Die rapporten zijn bij de president en hij heeft niet opgetreden. Dus ik zeg nu, er zijn een aantal dingen, een aantal scenario's die er zijn. En ik heb gewaarschuwd en ik zeg het hier, dat iedereen het weet, dat wanneer mensen scenario's schrijven, scenario's, uiteindelijk gaat het uit de hand lopen. Staat dit het vertrouwen tussen u en de president? Ja, natuurlijk. Ik heb de president gezegd, als ik met u werk, moet ik me ook voor je kunnen keuren. Maar nu doe ik het niet meer. Maar ik blijf trouw in de regering. Wat zegt u? Ik blijf trouw in de regering. Ik ben voor 5 jaar gekozen, dus daarom. Komt u dat bedreigd tegen? Bedreigd? Je weet niet wie ik ben. Niemand kan me bedreigen. En ik voel me nooit bedreigd. Ja? Ik voel me nooit bedreigd. En ik zeg die dingen zoals ze zijn. Ik ben een aantal, al 2 weken gewoon gaan rusten. Omdat ik me eerder voer. Ik zeg de president die dingen. En ik kan nog meer verlof nemen. Dank je wel.